terug in Calgary, maar wij gaan lekker naar de ijsbaan, Marit. Ja, ja, zeker. Want hier mag jij even lekker het WK rijden. Ja, inderdaad. Ik heb er wel zin in. Maar laten we wel naar binnen gaan, het is een beetje koud. Beetje de weg? Ja, zeker. Hier naar beneden. En dan eigenlijk alleen maar rechtdoor, dan kom je er wel. Hoe vind je het hier? De universiteit? Ja, het is wel gezellig. Als je hier rondloopt, ja, dat er allemaal andere, ja, allemaal andere studenten rondlopen. Het is altijd wel, ja, wel een leuke plaats om te zijn. We lopen langs. Jij kijkt niet eens, omdat er heel veel mensen zitten. Dit is jullie favoriete koffiecorner, hè? Ja, ja. Oh, hier, sorry. Ja, hier gaan we meestal naar de training even koffie drinken, ja. Eigenlijk, ja, het is nu nog een beetje te vroeg. Maar dan zie je straks alle Nederlanders hier bij Starbucks zitten, ja. Even zitten, want we hebben een serieuze zaak te bespreken. Studie. Jij studeert ook nog. Ja, ik studeer ook nog. Het is, ja, het staat af en toe een beetje op een laag pitje en het gaat niet zo snel. Maar het is wel leuk om nog iets naast te doen. Wat doe je? Mijn studie heet Future Planet Studies. En het is aan de Universiteit van Amsterdam. En ja, het gaat dus over de, ja, over de toekomst van de aarde. Eigenlijk over broeikaseffect en ja, watermanagement, voedselvoorziening. Ja. Ja, dat soort dingen eigenlijk. Nu doe je het er een beetje bij en je hebt er weinig tijd voor. Maar wil je er ook wel eens echt tijd voor gaan maken? Nou ja, tegen die tijd dat ik stop met schaatsen hoop ik al een beetje verder te zijn. En ja, dan zou ik misschien nog 1 jaar of zo moeten doen. Maar ja, dat zien we dan alweer. Als je om je heen kijkt hier, wat zie je allemaal? Ja, hier is een grote fitness. En hierboven zit ook nog een indoor atletiekbaan. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, we gaan ook wel eens erboven op die atletiekbaan trainen. Hier op zich niet, het is een beetje te druk. Maar het is wel heel cool dat gewoon vooral die studenten, ja, dat iedereen hier gewoon sport en zo. Hier zijn nog squashbanen en hier zijn nog basketbalvelden. Dus het is allemaal wel heel cool. Het is wel mooi. We lopen nou door de gang naar de baan. Je bent de enige van de ploeg die aanwezig is. En je was de enige van de ploeg die in Astana was. Is dat moeilijk voor je? Nou ja, Pim is mee om met mij te trainen hier. Die gaat donderdag weer naar huis. Dus het is wel, ja, wat dat betreft valt het wel mee dat we gewoon, ja, toch met Pim gewoon kan trainen, dat ik niet helemaal alleen ben. En Jeroen, de trainer, is er nog. Dus ja, nee, het is wel gezellig. Het is wel leuk. Nu, een WK-sprint voor jou. Dat seizoen is anders gelopen dan je dacht, hè? Geen EK vooruit, maar een WK-sprint. Ja, het is wel iets anders, maar ja, dit is ook wel heel leuk om te doen. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe het gaat eigenlijk. Ik heb er wel zin in. Je zei in december zei je al van met mijn snelheid zit het wel goed. Daar had je wel even gelijk mee, hè? Ja, nou, dat bleek inderdaad dat dat wel goed ging. Dus ja, ik hoop hier nog mooie races te laten zien. Maar waar zie jij je nou het komend weekend de mooiste actie maken? In welk, op welk rechte end of welke bocht? Of welke finishlijn? Nou ja, 1000 meter is voor mij natuurlijk ja, het belangrijkste. Dat is mijn beste afstand. Dat is volgens mij, deze. Dit is de finishlijn, ja, daarvoor. En dan ja, de binnenbaan ben ik meestal het beste. Dus ja, binnenbaan 1000 meter, zou ik zeggen. Dan ga ik hier staan, het hele weekend, althans als jij rijdt. Ja, dat zou ik zeker doen.